Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb het vanochtend nogal druk gehad. Ik heb telefoontjes gepleegd voor onder andere Jordi. Er wordt een OK-dag weer gepland voor Botox. En ja, dat moeten we dan doen, hè? Ja. Cookie, cookie, cookie. En nou lig ik lekker op de bank met Liam. Niels is eventjes naar een vriend van hem. En ja, Jordi die slaapt nog. Oh, mama kan ook slapen, maar dat doen we niet, hè? Oh, wie is hier wakker? Wie is hier wakker? Zeg maar goedemorgen allemaal. Oh nee, het is middag, hè jongen? Ik ga hem gauw uit bed halen, want ik hoor alweer iemand beneden zeuren. Ik heb super lief. Ons buurmeisje Jaylin, die had aardbeidjes met de oma gekocht. En die wou ze aan Jordi geven. En nou heb ik een paar schoongemaakt en ben ik die aan Jordi aan het voeren. Vindt hij lekker trouwens. Aardbeidjes vindt hij sowieso lekker hoor. Heb je hem al op? Hoppa. Hoppa. Mini hoppa. Moet hij ook kauwen, hè? Dus onder het genot van een filmpje. En hij krijgt extra voor pinnen, dus dat is ook belangrijk. Zakjes doen, hè. Je hoeft zakjes, hè. Het is een joef. Jordi die ligt nu in bed, maar die wil nog niet slapen. Die is de hele tijd aan het huilen. Liam ligt in de box met zijn knuffeltjes te koelen. En ja, het kan zijn dat ik tussendoor nog heel eventjes daarheen moet hoor. Om even een tutje in zijn mond te doen. Ik heb hier heel even een lamp neergezet. Want als ik de grote lamp aandoe, dat is natuurlijk niet prettig. Het geblaas wat je op de achtergrond hoort is de ventilator. Jordi hebben vorige week dus weer moeten spoelen. En ik had bijna geen spoelmateriaal meer, dus ik heb weer besteld. Gelukkig krijg ik het vergoed van de zorgverzekering. Dus ja, ik heb gebeld naar Hoogland Medical. Via daar krijg ik mijn materialen. En daar hebben we onder een mat ervoor. Want als je hem gaat spoelen, dan komt er wel eens vocht onder of ja, dan wil je niet op je aankleedkussen of wat dan ook hebben. Dus die moet je eronder leggen en dan wordt het allemaal opgevangen. Dus die had ik nodig. En dan heb ik hier nog een hele grote doos staan. Canules, ook heel belangrijk. Deze stop je in zijn anus. Hier zitten ook gaatjes aan de onderkant. Hier spuit je vloeistof in. Hier zitten gaatjes aan de onderkant. En deze doe je dus in de anus. Dan had ik ook nog nodig spuiten.
deze spuiten gebruiken we. Dit zijn de 60, even kijken, ja, 60 milliliter spuiten. Even kijken, ik weet niet of je het goed ziet hoor. Ja, 60 milliliter spuiten. Dit stuk gaat dan op het roden van de canule. En dan spuit je de vloeistof mee in. Meestal doe ik er 2 of 3 vullen. En dan eentje waar ik echt volop mee aan het spuiten ben. En de ander gebruik ik gewoon iedere keer dat er schoon vloeistof in zit. Dus die kan ik dan weer hergebruiken. Dat komt ook niet in aanraking met belasting of zo. Maar dat is om hem de eerste te geven dat die eventjes flinke druk erop krijgt, zodat het er beter uitloopt. Dan ook heel belangrijk, zoete olie. Zoete olie gebruiken we voor de canule, om de canule er beter in te krijgen. Dat is lekker vettig. Met vaseline zou ook wel kunnen werken, maar mijn ervaring is dat vaseline te plakkerig is. En dit is nattig. Dus dat is fijn. Hè? En dan, last but not least, Jordi kunnen we spoelen met water. Alleen onze ervaring met Jordi is dat het voor Jordi niet per se prettiger is. Jordi vindt het prettiger om met zoutoplossing te spoelen. En daar hebben we het ook met het Radboud over gehad. En het Radboud zei ook van, nou dan spoel je toch gewoon met zoutoplossing, dat maakt uit. Dus ook deze hebben we gekregen. Joef. We gebruiken ongeveer 1 flesje per spoelbeurt. Het kan heel af en toe zijn als hij echt verstopt zou zitten, dat we iets meer gebruiken, maar dat is zeldzaam. Maar in principe gebruiken we 1 flesje per spoelbeurt. Dus dan krijgt hij 500 milliliter, krijgt hij eventjes in zijn kontje. Dit is wat ik dan binnenkrijg en als ik tekort kom, kan ik ze altijd bellen en dan wordt het weer gestuurd. Ik heb nu 20 canules, want ik had nog een paar canules. Het ging voornamelijk om de vloeistof en spuiten en de bedmatten. Maar dan heb ik in ieder geval een aantal canules op voorraad, mocht er iets mee zijn. Dus ja, dat is. Het is niet iets wat je thuis wil krijgen natuurlijk, maar ja, het is niet anders. Een goede morgen. Middag. Ja, het is net middag. Jordi ligt net op bed. Liam die ligt nog in de box te klooien, maar die moet eigenlijk ook slapen, maar hij wil niet slapen. Niels is heel eventjes voor mij de vaatwasser aan het uitruimen en ik ga zo hier eventjes aan de gang. En dan is het alweer ruim in de middag en dan moeten Jordi en Liam eventjes naar Bianca en Manuel. En Niels en ik moeten heel eventjes naar een afspraak toe. Want we willen namelijk dingetjes met huis doen. Nou ja, dan gaan we eventjes kijken of we daar een vrijblijvend gesprek kunnen voeren en kijken wat de mogelijkheden zijn. Liam die ligt al klaar om naar oom Manuel en tante Bianca te gaan. Hij is zo chagrijnig vandaag. En daar zit er nog eentje. Die is ook chagrijnig. Maar dat komt omdat we hem net hebben wakker moeten maken. Dan ben ik ook chagrijnig, kan ik je heel eerlijk zeggen. Niels is zich even aan het omkleden. Dan gaan we eventjes Jordi omkleden. En dan gaan we op pad om de kindjes af te gooien. Zodat wij zelf naar de afspraak kunnen. We hebben de afspraak gehad. En inmiddels zijn Niels en Jordi lekker het zwembad ingegaan. Het is even schrikken, hè? Is er niet één? Jippie. Ja, is even koud. Jippie. Hij zit er met zijn blote kont in, dus ik kan niet alles helemaal filmen. Je kan wel aan de rand gaan staan. Ja. Hey. Dag jong. Is het lekker hè? Met papa in het zwembad. En daar is Joefte. En Liam die ligt nog even binnen te slapen. Eindelijk. Een eentje. Ja. Die twee die gaan nog even lekker samen genieten. En ik ga ondertussen heel even hier wat doen. Een hele goede dag. Wij gaan nu onderweg naar Boksmeer. Want we gaan de bril van Jordi ophalen. Mijn ouders wonen daar ook. Dus daar gaan we heen.
En opa Liam, gaat frietjes bakken. Liam die zit daar. En opa doet frietjes bakken. En ik ga verder niet praten, want het is veel te warm, dus de airco gaat weer verder aan. We zijn nu weer thuis en wat Jordi en papa eventjes gauw doen is zwemmen. Even lekker zwemmen, even afkoelen. Gaan we naar de eendjes toe. Lekker in de blote kont. Kijk, hier zijn de eendjes. Het is toch fijn dat je kind zo kan genieten. Liam ligt hier. Ja! Dat is een kleine Lily, hè? Die ligt ook lekker te genieten, maar die gaat morgen pas lekker in het badje. Als tante Bien en oma Sunny hier zijn. En Jamie. Die komen morgen lekker zwemmen. Oh ja, en niet heel onbelangrijk om te zeggen is natuurlijk, we hebben nou even bij Jordi zijn oude bril nog opgedaan. En waarom hebben we dat gedaan? Dat is gewoon puur en alleen zodat hij toch iets ziet als hij in het zwembad zit. Dus die houden we nog eventjes voor reserve voor zulke dingen. En zijn nieuwe bril, die houden we eventjes gewoon dat hij er aan kan wennen. Want het is een iets ander montuur en het zit iets anders op zijn neus. Dus ja, we houden deze bril nog heel eventjes als reserve. Een hele goede morgen. Ik heb een heerlijke out-of-bed look. Ik heb ook niet veel zin om er nou wat aan te doen. Jordi zit lekker te spelen. Liam die ligt lekker te spelen. Niels die zit hier. Facebooken. En we hebben net al de boel hier opgeruimd en gedaan. We hoeven alleen nog even stofzuigen te dweilen. Niels moet nog even de broodjes pakken. Want die zitten nu in de oven en die is aan het piepen. En dan gaan we even eten en dan ga ik nog even was doen en dan gaat Niels even stofzuigen en dweilen. En vanmiddag hebben we bezoek van de grote nicht van Jordi en Liam. En die komt lekker zwemmen samen met tante Sabine en oma Sander. Nou, bezoek is geweest. Je hoort de waaier achter mijn fluiten, kan ik niks aan doen. Want Jordi vindt dat heerlijk nu. Die ligt lekker zijn flesje te drinken en die gaat zo dadelijk naar bed. En dan gaat hij lekker slapen. Want hij is hartstikke chagrijnig. Het was heel gezellig het bezoek. Alleen ja, voor Jordi merk je gewoon dat het heel druk is.
En nu gaat hij dadelijk dus lekker slapen. Hij is net ook nog in bad geweest. En vond hij heerlijk. Maar op een gegeven moment is hij gewoon klaar met de dag. Dat heeft zijn moeder ook wel eens. Goedemorgen. Niels is even Jordi nog aan het verschonen en zorgen dat hij een broekje aan heeft zodat we naar de winkel kunnen. Liam is al klaar en hij ziet er weer blits uit, toch? Hé, hey, wees stoer. Wat ben jij stoer? Lek stukkie? Nee. Ja, lek stoer ventje. Ja, lek stoer ventje. Oké. Nou, wat hebben we vandaag tot nu toe gedaan? Formule 1 gekeken. En verder helemaal niks. Ik heb geen Formule 1 gekeken, Niels die zit daar te kijken. Jordi die heeft geslapen, Liam heeft geslapen en Liam is nu ook de box aan het opeten. Ik denk dat die lekker is. Geef dat kind een tutje. Oh, Garen, papa jou geen tutje geven. Kom hier. Garen. Papa jou geen tutje geven. Even dikke maar. Dan heb je wel een tutje. Ja, dan heb je wel een tutje. Ja. Heb je tutje? Ja. Dat is mijn manneke. Jordi die staat lekker relaxed voor de waaier. En die is lekker filmpje aan het kijken. Het is ook veel te warm, jongens. Straks als de zon een heel eind weg is, dan gaan we nog even het water in. Of in ieder geval de kindjes met Niels. En Liam die ligt ook lekker te chillen met zijn billen. Afgezien van dat hij dan de box aan het opeten was. Daar hebben we de waaier staan. En daar is Liam lekker van aan het genieten. En ik heb het een en ander gedaan aan mijn zogenaamd nieuwe hobby. Ik weet niet of je het zo kan noemen. Het zijn van die steentjes. En dan heb ik dit al gemaakt. Ik ben daar maken voor Liam voor op zijn kamertje. En dan heeft hij dadelijk een mooie landkaart. Oh. Hij zit toch de box weer op te eten. Dan vindt hij misschien wel lekkerder dan. Gewoon iets om even. Gewoon even iets anders te doen tussendoor een keer. En ik ga nou soepje maken. En dan is het dadelijk alweer tijd om te eten. Nou, daar was je vakantie, hè, jongen. Ja. Morgen weer aan de bak. Eerst twee dagen cursus. Nou, kindjes liggen te slapen. Ik heb eigenlijk morgen logo, maar die heb ik afgezegd. Want ik heb door mijn gastric bypass heel veel moeite om mijn eetpeil en mijn drinkpeil op orde te houden. Het lukt gewoon niet om mijn eigen te inspannen of zo, of wat dan ook. Dus ik doe het allemaal maar een beetje op mijn gemakje, maar toch. Het is nou eenmaal zo. Ik heb toch twee kinderen om voor te zorgen. Dus daar moet ik ook aan denken. Joef is hier ook aan het vervelen. En we gaan deze ups en down ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.